Welkom bij de review van de Sevilor Colorado Kit. Deze opblaasbare kano van Sevilor staat garant voor veel waterpret. We hebben de kano getest op vlakwater en wildwater niveau 2. Door de grote luchtkamers is de boot erg stabiel en heeft hij veel drijfvermogen. Voor een opblaasmodel snijdt de boot goed door het water, waardoor je mooie lijnen kunt varen. Uiteraard is het even wennen de boot met z'n tweeën te besturen, maar na enige tijd krijg je dit onder de knie. Het is ook mogelijk om er een eenpersoons van te maken door simpelweg één zitje te verwijderen. Het opblazen van de kano doe je met een voet of elektrische pomp. Voor beide geldt dat je de boot in ongeveer 8 à 10 minuten vaarklaar hebt. Je bevestigt de slang stevig op het boston-ventiel en bent klaar om te pompen. Je kunt de elektrische pomp instellen op een bepaalde druk. Hij slaat dan automatisch af als de luchtkamer hard genoeg is. Bij de voetpomp kun je gebruik maken van een losse drukmeter. Zo pomp je de boot nooit te hard op. Zoals je ziet is de boot gemaakt van superstevig PVC en is daarmee ook zeer robuust. Met bijna 15 kilo is de boot niet licht, maar eenmaal opgeblazen kun je hem eenvoudig dragen met twee personen met behulp van de stevige handvaten. Het maximale draagvermogen is zo'n 200 kilo. Nou, vooruit. Nog even wat mooie beelden van onze tocht.